Oké, ze komen naar ons toe, ze komen naar ons toe. Ik ga door de aftikken. Hup, oh, ze is er al. Nice! Dat ding is zo ziek, jongen. Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Team Skywars. En ik ben deze keer samen met niemand minder dan Wouter. Tadaa! Papapapapapa! Let's win this! Oké, deze map, Mario, is echt superleuk. We gaan een chest claimen, we gaan blokjes pakken en zo snel mogelijk naar de tegenstander. Ik heb hier 6 blokjes, heb jij er meer? Ja, ik heb er 12. Nice! Ik heb stone sword, wil je een stone sword? Nee, ik heb een supergoed sword. Snel bouwen, snel. Kijk, want hun zijn allemaal beneden. We gaan ze pakken, joh, Let's do this! Oh, shower! Oké, we zijn er. Oké, hier, kijk, ik heb al eentje. Yo, ik doe mee. Ah, nice. Verder naar beneden. Oh, pas op, ze zijn aan het vechten. Yes, hij is dood. Die andere nog. Ik heb hem. Lekker, kijk. En wat je nu hebt, is dat je al hun loot hebt en de diamonds die ze hier hebben. En dan ga ik terug naar ons eilandje en dan ga ik daar alle diamonds looten. Het is briljant. Ja, dit is echt zo'n geniale tactiek. En het is ook super tof om gewoon voor de eerste keer te zien dat een teamgenoot meedoet. Want meestal gaan de teamgenoten waar wij niet mee op Skype zijn en dus ook niet mee kunnen overleggen, gaan gewoon op dit eilandje blijven en alles looten. Dus ik ben blij dat zij, want dat is een meisje, die was ook nog super goed aan het vechten, gewoon lekker meedeed. Nice, hashtag girl power. Inderdaad, man. Knoppelpower, je weet zelf. Ja man, je vertelt me net dat dat gewoon geband is hier. Ja, ik weet ook niet waarom, maar knoppelpower kan je dus niet zeggen in Qcraft. Dat is geband. Ik heb geen idee waarom. Misschien hebben ze een hekel aan, maar I don't know. Nah. Even kijken. Ik heb hier superleuke spulletjes. En ik heb 24 diamonds, dus ik weet niet hoe... Weet jij hoeveel full diamond armor is? Volgens mij is het 8 voor de chest. Volgens mij 24 in totaal, maar dat weet ik niet zeker. Waarschijnlijk krijg ik nu echt superveel haat in de chat, dus I don't know. Dude, je hebt gelijk. Het is precies 24 echt? Diamonds, ja. Oh my god. Dus ik heb ook echt precies full diamond weten te krijgen. Lekker. Ik heb stokjes nodig. Heb je toevallig stokjes? Dan kan ik een diamond sword maken. Ja, heb ik. Kom maar hier naar beneden. Even kijken, dan ga ik even die stokjes voor je maken. Hoppa, ik heb het hier neergedropt op de grond. Nice stokjes, dankjewel. Nice. Even kijken, we hebben hier nog wat appeltjes. Oh, hier een boog. Super nice. Lekker. Heb jij een sword nodig? Nee, ik heb een supergoed sword. Die kit neem ik altijd, zo'n goede sword, weet je wel. Ah, oké. Vind ik echt chill. Alright. Oh shit, dit is hier iemand. Vechten. Oh. Holy shit. Ik vecht, ik weet niet tegen wie. Oh, hier. Oh, daar is die. Oh ja, hij is eraf. Hij is dood. Nice. Nog eentje. Ja, lekker. Er komen hier nog 3. Let op. Warning. Oh, moet je oppassen voor die hoor. Want die heeft zo'n Hulk potion genomen. Een Hulk potion? Ja, een Hulk potion is echt super sterk. Een Hulk potion is... Wacht. Ik heb hier lava. Super nice. Oh, er komt hier één aan. Oh, ik zie het. Oh, die heeft de Hulk potion. Snel slaan dood. Oh my god, ik ben dood. Oh mijn god, ik ben nog aan het vechten. Yes, ik heb 1 iemand dood. Nice. Nu die andere. Kom op, slaan. Yes, nog iemand dood. Nu die laatste. Yes! Yes! Oh mijn god, ik heb geen teamgenoten meer, maar voor de rest is iedereen dood. Holy shit. Holy smokes, maar we hebben echt superveel kills. Oh my god, wat een ravage, man. Er liggen hier diamonds ook voor days, man. Shit. Holy fuck, wat veel loot. Oh my god, oké. Okay. Oh, maar er zijn niet heel veel mensen meer over op zich. Ik bedoel, de teams. Nou, ik vind nog best wel dat veel zijn, hoor. Maar jij pakt die Hulk potion en jij gaat gewoon hashtag Hulk knoppelpower. Juist, zeker weten. Ik ga ook gewoon meteen hier zo heen. Let op, hoor. Wacht. Ik moet even eten. Ze hebben niet heel veel gear, maar... Ze hebben door, shit. Ik heb wel echt... Oh, waar zijn mijn appels gebleven? What the fuck? Oh. Ik had allemaal appels. Die wil ik eigenlijk nog wel houden. Ja, hier zo. Want als ik dan golden blocks kan hakken, dan je weet zelf. Yeah, man. Kan ik gewoon enchanten. Bam! Bam! Ik heb nu wel superveel arrows. Echt 31. Dus als ik een beetje geluk heb, kan ik deze gewoon neerhalen. Easy. Oh, ja. Oké, wacht. Kan jij kijken of zij gaat schieten met iets of zo? Ja, ze pakt hem nu een bow. Maar ze gaat niet schieten. Ze heeft alleen eieren. Dus dat is het maximale wat je op je kan krijgen. Ze gaat schuin staan, let op. Oh. Wilt je eraf tikken? Oh ja, ze gaat schuin staan. Oh. Ja, je weet, als vrouwtjes schuin gaan staan, dan betekent dat niet veel goed. Inderdaad. Fuck. Ik heb wel even mijn pickaxe nodig. Die moet ik even gaan halen. You can do it, bro. Ta-ta-ta-ta-ta. Maar ze hebben dus geen arrows, dat is op zich wel fijn om te weten. Oké, cool. Even kijken. Zo.
ga ik weer naar hun toe. Ik denk dat ik hun gewoon moet vermoorden. Ik ga ze gewoon een beetje irriteren met arrows en dan... Ja, precies. Ik zou gewoon zoveel mogelijk... Oh, hij heeft nu wel een boom, maar dat had je waarschijnlijk wel meegemaakt. Ja. Hoppakee. Hoppakee. Oh, damn, hoppakee. Hoppa! Die is dood. Hoppakee. En nu deze nog. Oh my god, en nu deze nog. En nu deze nog. Daar gaan we, dames en heren. Bam! Kom op! Holy shit! Oh yes, I'm hitting her so hard! Oh mijn god, normaal gesproken zeg ik dat in bed. Ik bedoel, wat? Oké, oh ja! Yeah. Yes, ik heb haar! Ik heb haar! Holy shit, jongen! Dude, dat was mijn laatste arrow. Dat was echt mijn allerlaatste arrow. Oké, weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nu hier naar die golden blocks hakken. Of nee, naar het midden. Kan jij kijken of iemand op mij gaat schieten of niet? Ja. Nou ja, kijk, je hebt iedereen aan beide kanten doodgemaakt, dus er is niemand. Oh, oké, dat is heel erg chill. Er is alleen eentje die drie buizen verderop staat, maar die doet niets. Oké, dan ga ik hier zo heen. Hoe moet ik nu die golden blocks krijgen? Weet ik niet. Volgens mij als je er iets op plaatst. Dus nee. Als je hem hakt en dan plaats je er snel iets op, volgens mij wordt hij dan omhoog gegooid. Ja, ik heb een tactiekje bedacht. Ik moet eerst hierheen. En dan via hier ga ik daarheen en dan kan ik ze zo opvangen. Hey. Maar dan moet ik wel even geluk hebben dat niemand aan de zijkant mij eraf probeert te schieten. Is dat nog niet het geval? Nee, nog niet. Je hebt wel ongeveer 30 spectators om je heen, maar... Holy shit. Kijk, ik heb hier nu een klein... Lekkerder. Een bakje gemaakt waarmee ik het kan opvangen. Hoppakee, daar gaan we hoor. En zo, hak die gold en maak notch, weet je. Ja, sowieso. Sowieso dat ik dat ga doen. Hoeveel heb ik er nu? Ik heb een 9, dat is genoeg. Dat is genoeg. Nou, ik wil de wilde 2 hebben. Je weet maar nooit hoe goed mensen zijn. Nee, precies. En het is ook 2 fruitstuks per dag, hè? Ja, inderdaad. Dat zei mijn moeder altijd tegen mij. Ja, dat zijn universele regels. Gelden overal. Voor de mensen die hem niet helemaal begrijpen... het is zeg maar... Hoe gaat dat ene ook weer... A healthy bla 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 a day keeps the doctor away. Of zo gaat het precies? An apple a day keeps the doctor away. Kijk, en dan heb je ook zeg maar dat je ouders tegen jou zeggen... Oh, pas op, er zit iemand op je. Vanaf waar? Holy shit. Ja, helemaal linksachter. Echt super ver. Oké. Het is... Wow, diamonds hier. Wat? Oh, dat wist ik helemaal niet. Oké. Ik heb alleen een crafting table nodig. Dat is echt het enige. Maar die kan je toch gewoon maken met hout? Ja, maar dan moet ik wel hout hebben. Staat hier hout voor je? Ik heb hier nu 2 hout. Ik kan nog een beetje hebben. Ik heb geen axe. Zit dat hierin? Want anders gaat het zo slow. Hier. Maar het is dus zo dat je zeg maar twee... Oh shit, dit is geen blok. Huh? Wat is het dan? Het zijn slabs. Ja, what the fuck. Prank. Yep. Hoe moet ik dit nu doen? I don't know. Oh, wacht even. Jij hebt gebouwd met hout. Dus als je teruggaat, dan kan je in het hout waarmee je hebt gebouwd, kan je hout moet ik wel even oppassen dat ze niet op mij gaan schieten. Kan je daarvoor kijken? Ik I'm on the lookout. Oké, nice. Oh ja, hier inderdaad. Fucking nice. Even kijken. Wapsakee en wapsakee. Dus het is zo dat je ouders, misschien kennen jullie het dan wel, maar voor de mensen die het niet kennen, is dat de ouders zeggen van, je moet 2 stukjes fruit eten per dag, want dat is goed voor je. Ja. Dus op die manier. Het schijnt zo te zijn dat je zou dan denken, nou dan eet ik gewoon 10 stukken fruit per dag. Maar dat schijnt dus weer super slecht te zijn. Oké. Ik dacht altijd van, ja, dat werkt, weet je wel. Maar blijkbaar werkt dat dus helemaal niet. Oké, ik heb 2 gold apples, fucking apies. En ik ga er nu voor. Ik ga ze nu echt hunten, weet je wel. Want nu ben ik unstoppable. De hunter. Enzo de hunter. Even kijken, zit hier nog wat leuks in. Oh, je hebt hier een enchanting table, dude, achter je. Oh, wat? Nice! Oké, ik heb geen lapis meer. Lapis. Lapis? Dat klinkt echt alsof het Frans is voor pis. Lapis. Oh ja, hier, 2 lapis. Even kijken, mijn chestplate, die kan ik wel enchanten. Hoppakee. Nou, projectaal dinges en unbreaking. Ah, dat is handig. Oké, ga ik hier gewoon naar boven en ga ik ze lekker afschieten. Er zijn nu nog maar... Wow, er is nog 1 team met 3 man. Als je die pakt, jongen, dan heb je gewonnen. Ik zie daar 1 iemand. Oh, die gaat nu bouwen, of niet? Ja, ik ga even voor je kijken. Volgens mij is hij in zijn eentje. Daar. Waar zijn die anderen dan? Kan je hem niet eraf tikken, afschieten? Ja, ik ga wachten totdat hij gaat bouwen. Hij staat nu nog op dat randje daar. Ja. Oh, hij was dingen naar beneden aan het droppen. Oh. Zal ik proberen te schieten gewoon? Nou, ik denk dat hij wel gaat bouwen. Oh, kan ook.
Oh, oké. Ik ga mezelf weer onder even laten duiken. Terug in het knolhol. Wow, check dan. Eén zo'n eiland is helemaal in de fik, man. Zo'n poppetje. Zie je dat? Ja, wat de heck. Hoe hebben ze dat gedaan? Oh, dat is lava. Ja, dat is gewoon lava. Maar waar zijn die andere drie dan? Ik ga voor jou checken. Want ik wil... Oh, ze zijn daarboven. Ik zie ze al. Ze zijn allemaal daarboven. Ah, ze zitten op dood. Damn. Maar ze hebben helemaal geen full gear. De een heeft maar een diamond chestplate. De ander heeft maar twee diamonds. Het is echt niet dat ze veel gear hebben. Oké, ik ga nu bouwen hier zo. En de ander heeft niet eens diamond. Kan jij laten weten of ze op me schieten of niet? Ja. En die ene gast, dus het andere team, die in zijn eentje is. Hij zit te focussen op die andere dudes. Hij probeert ze te schieten vanaf onder. Oh shit, die gast. Pas op. Oké, ik ga hier even een klein platformpje maken. Oh, hij probeert nu vanaf daar te schieten op mij, zie je dat? Ja. Ja, doe ik gewoon dit. Oh, kijk, ik zie hem daar. Ik raak hem wel. Oh, ik raak hem weer. Holy shit. Oh, jammer dat ik geen enderpearl heb of zo, hè? Maar ja, dat mis ik toch wel een beetje in Skywars. Ja. Yeah. Hops, oké. Okay. Hij probeert op mij te schieten. Ja, hij schiet op je, man. Gewoon even een blokkade. Oh, ze staan daar met z'n drieën daarboven. Ja, maar ze hebben helemaal niets, hoor. Maar het enige waar je moet op gaan opletten is dat je niet eraf wordt geslagen. Want qua gear ga je het winnen. Ja, maar dat is altijd het moeilijke aan Skywars, weet je wel. Oh, kijk, die kerel is daar aan het bouwen. Die wil naar het midden toe. Maar ik kan wel gewoon lekker op hem schieten zo. En dan misschien helpt het een beetje. Hij krijgt vanzelf... Hij gaat zichzelf de verkeerde kant in. Hij gaat vanzelf dood, denk ik dan. Ja. Ah, man. Oeh, jammer. Ja, ik heb nog maar één arrow, dus dat is ook een beetje kak. Gouden arrow. Even kijken, hoe ga ik dit aanpakken? Ik heb ook niet zo heel veel blocks meer. Dus het wordt toch wel heel erg lastig, dit. Je moet gewoon erin geloven. En hun zijn alleen maar aan het campen daar. Ja, die ander loopt nu wel. Oh ja, ik zie het. Ja. Ja, hij zit de hele tijd... Oh, die ander is dood gegaan. Ze hebben elkaar vermoord met lava. Oh, serieus? Ja, en hij pakt nu de gear op van degene die vermoord heeft. Dit zijn net moderne kannibalen. Oh, kijk, ik zit nu op de kerel allemaal vlogcamera's. Kijk. Oh! Ja! Oh! Holy shit, heb ik nog meer spullen om te gooien? Nee, shit. Holy shit, ik had hem bijna eraf, dude. Gooi je zwaard. Even kijken, ik heb hier nog, ik vind hier twee eieren. Even kijken. Hier zitten best nog wel wat dingen volgens mij. Shit, nog eentje naar beneden, kom op. Snel. Ja, er zit niet echt iets volgens mij. Ja, hier nog eieren, vlogcamera's. Geen arrows verder, dat is wel jammer. Hier allemaal nog. Hier nog eieren en vlogcamera's. Oké, ik krijg nu net binnen dat de jongen waar je net op zat te schieten, die bouwt naar midden toe. Dus hij wil naar je toe. Oké, ik ga snel naar boven. Hop. Dit is echt breaking news. Oké. Is hij er al bijna? Een helikopter. Oh, hij springt naar je toe. Hij is nu op het gebouw. Hij zit bovenop het gebouw. Oh, hij bouwt mij in. What the fuck? What the fuck? Hij probeert me in te bouwen. What the heck? Come on, je kan het. Ja, ik wil gewoon omhoog. Hij gaat op je schieten. Hallo. Come on. Oh, ik moet hem in het lava krijgen. Come on. In het lava. Je kan dit. Ja, ik heb een golden apple. Dus hij krijgt me eigenlijk niet dood. Oh. Yes. Heb ik hem? Ja, ik heb hem! Woehoe! Lekker hoor. Oké, nice. Oké, nu hier omhoog. En dan kan ik het lava weer oppakken. En dan moet ik er nog twee. Die zitten nog steeds op de toot. Hoppa, 1, 2. Zo, nice. Lekker hoor. Even, mijn lava weer terug. Wow, man. Ik kan best wel even... Wow, hij haalt wel superveel eieren en zo. Superveel eten. Ja, man. Heel veel lava ook. Holy shit, man. Allemaal van jou. Super nice. Hier nog wat diamonds. Ik weet echt niet wat die dudes aan het doen zijn. Ze zijn alleen maar aan het bouwen en aan het craften. Het is alsof ze aan het survivalen zijn op dood. Ze hebben een furnace gemaakt, ze hebben een huisje. Serieus? Ja. Oké, ga ik ze maar eens een bezoekje brengen. Ja, man. En eentje van hun heeft alleen maar een diamond boots. Oh, ze zien je. Ze weten dat je er bent. En hij heeft een bow in zijn handen, maar hij schiet niet. Oké. Ja, ik moet wel een beetje safe spelen. Ja, precies. Dus ik probeer hier wel een beetje een eiland te maken, zeg maar. Stel voor, er gebeurt iets, dan kan dit mij opvangen, weet je wel? Je terugvalbasis. Juist. Ja, dit kan mij wel een beetje opvangen.
als ik word geraakt. Okay, kan jij kijken of ze gaan schieten of niet? Ik hou ze in de gaten. Okay. Ik zal het zeggen wanneer ze schieten. Ze zitten nu allebei te craften. Okay. Dus zitten Iron Boots met elkaar te delen. Okay, zitten ze nog steeds te craften? Houd het goed in de gaten, hè? Ja, nee, dit is net een survival aflevering. Volgens mij Ruby Lover en Dave 2004, survival let's play. Oké, okay, houd het in de gaten. Ik ben ze zijn nog steeds aan het survivalen. Nog steeds? Ja. Dude, ik ben er bijna. Ik weet het, maar ze zijn nog steeds bezig. What ze kijken fuck? Alleen maar naar beneden. Oh, nu delen ze iron met elkaar? What the fuck? Dit is echt Peppy en Cookie. Oh mijn god, ik ben er. Oké, okay, nice. Ze zijn nog steeds bezig. Ze zijn aan het craften. Ik neem die appel in en ik ga naar boven en ik pak ze. Goed. Zorg alleen dat je er niet afgeslagen wordt en zo. Nee, inderdaad. Hebben ze gewoon niks door? Nee, ze zijn nog steeds bezig. What the fuck? Maar waar ben jij dan? Ja, ik ben in nu het hoofd. Ze op de toot. Nu zitten ze op de toot. Ja, ik ze ben... Ze zitten er bovenop. Oh, ze weten dat je er bent. Ik zie jou niet. Hallo! Surprise! Oh let's shit, go, oh shit! Go. Oh, hier, jij eraf. Hop, en jij eraf. Hupsakeetje. Later. Oh, hij is nog niet dood. Pas op. Alsjeblieft, lava. Oh, hier. Oh, yeah, motherfuckers. GG. Yeah. We zaten heel erg te twijfelen. Maar we gaan speciaal voor jullie nog even een potje spelen. Dit mappie heet Farm. En hij ziet er heel erg leuk uit. We gaan dezelfde tactiek als vorige keer doen. Dat is gewoon naar beneden en bij de eerste chest meteen alle bloks eruit halen. En proberen om naar de tegenstanders te gaan. En dat gaat lukken. Ik heb 21 bloks. Ik heb ziek veel. Kom, we gaan aan deze kant. Right. Oké, kijk. Let jij op haar? Ik let op haar. Oh, ze loopt weg. Ja, ze loopt weg. Nice. Dit wordt zo mooi, ik weet het zeker. Epic montage incoming. Yeah! Let's go! Oké, daar gaan we. Ze hebben niks door, jongens. Ze hebben echt niks door. Kijk, hier is de eerste. Oh, die gaat nu dood. Hopsakee. Pak hem maar. Oké, de eerste kill. Nice. Wow, hij deed wel veel damage, hoor. Ja, bij mij ook. Ik heb half HP. Oké, we gaan helemaal naar boven nu. Een halve over? Oh, hij zit hier. Oh, hij pakt mij. Shit! Oh. Ben je ook dood? Ja. Oh my god. Oh. Iemand wist dat we eraan kwamen. Ja, maar toch gingen we dood. We zitten in de map Music en we gaan knallen deze aflevering. Het is een team met twee mensen. Er zijn wel belachelijk veel teams. Maar wie weet zijn wij lucky nummer 6 team die gewoon overblijft en het gaat rocken. We spelen in het donker, dat vind ik zo naar altijd. Maar wij... Oh ja. Ja, iemand anders heeft dat dan gevoot. Ja, want wij hebben allebei op daytime in basic chest gevoot. Oh, mensen. Maar ik heb wel redelijk goed armor en ik heb een boog en ik heb een paar blokjes. Dus ik denk dat we meteen naar deze gast hier zo gaan. Alright, cool. I'm up for it. Oh, kijk, ze hebben het niet door. Ik kom met je mee. Even kijken, red ik dit al? Oh shit, jij moet verder bouwen. Yo. Oké, die gast heeft nog... Ik ga nu springen. Yes, ik ben er. De eerste is dood. Nu die andere nog. Hij heeft er niet door. We hebben hem. Yes, hij is dood. Nice. Oh, hij had een goede pickaxe, dus kunnen we al dat diamonds mee jatten. I love it. Als we willen. Hoppakee, dit kan allemaal weg. Ik heb ook meteen lekker eten. Lekker. Hoppa. Hij is toch op vakantie? Oh my god, ben je undercover? Oh, ik ben undercover. Ben jij wel de echte Enzo? Daar staat iemand. Oh shit. Fuck, net niet gered. Oké, deze moeten we hebben. Hoppakee. Oh man. Ik doe ondertussen een douche. Oh, lekker hoor. Lekker douche, ja. Oké, ik wil deze eraf hebben. Tat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 . Haha, redden we niet. Oh, ik heb allemaal blokken gedropt, geloof ik. Ik heb geen blokken meer bij me. Zullen wij diamonds gaan hakken? Ja, ik heb hier wat diamonds. Die neem ik wel even mee. Oké, dan gaan we gewoon terug naar die van ons. Hopsakee. Ja, heb jij ook een goede pickaxe? Ja, toch? Nee, ik heb nog geen goede pickaxe. Oh, dan moet je even hier in de chest beneden kijken, want ik heb hier een paar goede pickaxes. Maar er komt iemand naar ons huisje. Waar ben jij? Naar ons huisje? Ons music huisje. Oh ja, ik zie het. Dan ga ik naar beneden, ga ik de chest halen. Oh ja, de iron pickaxe. Nice. Ja, en dan ga jij maar naar ons eigen eiland en dan hak ik hier de diamonds wel. Is cool, on my way. Oké, nice.
Ik moet wel al die andere gasten even een beetje goed in de gaten houden. Ja, precies. Het zijn altijd van die... Schmichten! Ja, die komen dan in één keer heel sneaky komen ze hierheen. Oké, ik kwam nog niet. Even snel wat armor maken, dan ben ik sowieso sterker. Oh god, ik heb zoveel diamonds! Hoppakee. Dit is... Oh, hij is hier bijna, geloof ik. Ja, hij is er bijna. Maar ik red het nog wel om dit te maken en dit te maken. Ik maak denk ik even een chestplate. Oeh, ik heb bijna full diamond. Echt? Ja. Dus het staat hier zoveel diamonds. Oh, deze gast is er. Deze gast is er. Ik ben nu tegen hem aan het vechten. Yo, oh shit. Aan. Oh shit. Ik oh kom my aan. God. Oh my god. Red ik het of red? Yes, ik heb het gered. Yes, nice. Ik heb hem dood. Snel, zo snel. Oké, okay, snel terug eten. In de hol. Ja, echt hè. Oh, hij had mijn diamond broekie die ik nodig had. Heb jij nog een chestplate nodig? Want die had hij. Nee, ik heb chestplate. Maar er komt iemand naar hun eiland toe. Oké, okay, pas op. Even kijken, ik ga snel wat items droppen. Eigenlijk dit allemaal. Maar hebben we geen bow of zo? Ik heb een bow, maar geen arrows. Oké. Oké, we moeten even goed oppassen. Ik heb geen full HP namelijk. Oké, ik wel, dus blijf achter mij, achter mijn gespierd lichaam. Oké, cool. Zo, nou dit neem ik allemaal mee. Oké, hun zitten daar maar een beetje te chillen, wij zitten hier een beetje te chillen. Typical Skywars. Ja, echt. Maar hè? Er zijn hierboven ook nog chests, hè? Ik wou net zeggen, ik ga daar even een kijkje nemen. Let op dat... Oh, ze hebben geen bow. Oh, yes, hier zitten 4 arrows in. Lekker. Zit wat eten, zitten blokjes. Oh, lekker hoor. Heb jij wat te happen voor mij toevallig? Hoppakee. Ja, ik heb hier wat eten, ik heb hier wat appels, ik heb hier wat steaks. Nice. Alsjeblieft. Dankjewel, man. Oké, nu kunnen we kunnen op zich ook wel daarheen gaan. Alleen ik ben bang dat ze gaan gooien. Ja, precies. Ik ga even flink uitbouwen. Ja, ik wou net zeggen, laten we dat even doen. Zo, opzakken. Gewoon survival. Oh, daar komen ze! Ik heb even een corrigerende tik gegeven. Hoppakee. En ik ga nu de hele tijd schieten met pijlen, zodat ze wat damage krijgen. Oh, ik heb geen arrows meer. Ik denk dat we... Ja, man, dit is lastig altijd, hè? Yep. Oh, wacht, niet gaan. Eentje die heeft een fucking heal potion genomen. Oh, alleen ze hebben... Ja. Hoe zie je dat? Oh, dat is dat rode. Ja. Oh, kijk. Ik heb het gered. Was het proberen waard. laten we gewoon de andere kant op gaan weer. Ja, hoe lang duurt zo'n heal potion? Ja, die duurt wel 3 minuten. Echt? Ja. Wow. Daarom. Dus even kijken. Wow. Zijn hier ergens nog... Nee, shit. Er zijn hier geen bloks meer. Oké. Ze komen naar ons toe. Ik ga door de aftikken. Hup, oh, is nice! Dat ding is zo ziek, jongen. Damn, dude. Oh, shit. Oh, deze heeft die hook potion. Oké. Ik dacht, oh dude, dat zag er zo episch uit. Ik ga hem eraf, tik, doei. Even de corrigerende tik, hè. Oké, even kijken. Hierboven zit weer, hè. Ja, ik ben dit wol nu aan het wegslaan. Kan ik erbij? Ik ga kijken of ik erbij kan. Zodat ik hopelijk... Ik hou het tegelijkertijd... Ik kan erbij. Oh, ik heb nice. Een bow. Oh, hij is er, snel! Oh, yo, ik ga hem eraf. Ja! Alweer eraf gewoon, geniaal. Oh, lekker man. Hoor. Oh, pas op, hier is een gat. Oh, we zijn... Er zijn nog één team over. What the fuck? Oké, wacht, laten we hier naar... What the heck? Naar de zijkant gaan hier. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Spring. Holy shit, spring. Oh, holy shit. Oh, ze zijn daar. Ze zijn 2 eilanden naast ons. Yo, ik kom eraan. Oké, ik heb een arrow gepakt hier. En voor de rest was er niet zoveel boeiends. Nice, ik heb 4 arrows. Ik heb niks om te bouwen. Maar misschien op dit eiland is wel. Er wat. Oh. Ik heb 1 arrow. Ik heb nu wat van deze dingen gekregen. Hoppakee. Oh, eentje is weg. We kunnen op deze kill gaan. Oh lol, hij komt naar ons toe. Wat een sukkel. What the heck? Ja, dat is niet heel handig van hem. Oké, okay. Oh, pas op. Probeer hem af te tikken. Ik ga maar af. Oh! De Araf-tactiek werkt! What the fuck? Maar waar is die? Hij is hier nog ergens. Huh? Maar waar... Oh, maar hij had waarschijnlijk... Waarschijnlijk is hij nog aan het doodgaan op de grond of zo. Huh? What the fuck? Of is er nog iemand levend? Dat waren toch de laatste 2? Ja. Dude, hij leeft nog hieronder ergens. Echt? Volgens mij wel. Volgens mij croucht hij daar ergens. Nee. What the fuck? Ja, want anders hadden we nu al... Oh, hij is hier achter ons! What the fuck? Hey. Oké, nu is hij echt dood. Lekker hoor. Dat was zo raar.
Dames en heren, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check Wout's kanaal en tot morgen om 7 uur. Peace. Peace.